Ik ben Gijs Adriaans, ik ben adviseur melkgeitenhouderij Nederland en België binnen de Schippersgroep. In de geitenhouderij hebben we de laatste jaren ontzettend veel te kampen met twee hele belangrijke infecties. Dat zijn CL en CAE. En wij weten 100% zeker dat we door een goede bedrijfshygiëne en structureel werken deze ziektes in de stal kunnen voorkomen. HiCare is 5 pijlers en aan de hand van deze 5 pijlers hebben we bedrijfsoptimalisatie op het gebied van hygiëne en verzorging. Een van de pijlers is bijvoorbeeld optimaal drinkwater. Hiermee proberen wij het ideale drinkwater te presenteren aan onze geiten. Dit doen wij door het drinkwater veilig en schoon in het bakje terecht te laten komen, maar ook het bakje hygiënisch te houden. Een tweede pijler is poriedichte oppervlakte. Hiermee moet je denken aan coatingen. Deze coatingen passen we zowel toe op de voergangen als in de lammerafdelingen. Een derde pijler is ongediertevrije stallen. Ongediertevrije stallen houdt eigenlijk in dat stallen vrij zijn van ratten en muizen, dus van knaagdieren, maar ook van vliegen. In de geitenhouderij zijn vliegen nogal een uitdaging omdat we veel met stro- en potstallen werken. Hierin heeft APC diverse opties, zowel biologisch als gangbaar, om deze te bestrijden. Een vierde pijler is kiemvrije leefomgeving. Kiemvrije leefomgeving is heel uitgebreid in onze sector. We kijken hierbij naar verschillende dierleeftijden. Als we beginnen bij de lammetjes werken we zoveel mogelijk met single-use huisvesting. Dat wil eigenlijk zeggen dat we bijvoorbeeld de lammetjes voor de biestperiode opvangen in doosjes. Hierna gaan ze naar palletboxen met bijvoorbeeld zakken erin. We proberen zoveel mogelijk enkelvoudige huisvesting te gebruiken die na één keer gebruik weggegooid worden. Alle overige oppervlakten waar de lammeren mee in contact komen, die dienen uitgebreid gereinigd en ontsmet te worden. En hier leveren wij dan ook de producten en de protocollen voor aan de veehouder. De vijfde pijler is optimale dierverzorging. Dit is een pijler die we eigenlijk constant in ontwikkeling hebben en constant in ontwikkeling willen houden. Een onderdeel daarvan is bijvoorbeeld een transitieproduct voor geiten die af gaan lammen, Ketoprotect Goat. Maar ook klimaatmonitoring door middel van Intelligent Barren. Al deze 5 pijlers samen zorgen eigenlijk voor een optimaal bedrijfshygiëne, wat dus weer resulteert in minder zieke dieren en minder uitval, maar ook in een verlaagde dierdagdosering en antibiotica gebruik.